Minister Riyad Nur Mohammed van het ministerie van Openbare Werken reageert op de verschillende vragen betreffende de infrastructuur in ons land. We hebben het dan niet alleen maar over de wegen, maar zo ook de bruggen en de andere werkzaamheden die het ministerie zou moeten uitvoeren. Wat je nog meer kan verwachten zijn, want er zijn drie verschillende projecten die lopen hoor. Nee, die zit nog niet. Nog. Die is heel slecht en dat, nee, die zit voor dit jaar, 2020, niet op programma. 24, die lijst heb ik nog niet gemaakt, dus waarschijnlijk misschien nog 24 of 25. daar is de situatie een beetje vervelend, want het zijn vooral de bedrijven met de zware trucks die die weg vernietigen. Dus we gaan kijken hoe zij misschien ook een handje kunnen bijdragen. Dus er lopen drie projecten, eentje gefinancierd door onze begroting, OW-begroting. Eentje door de wegenautoriteit en eentje door de IDB binnen ons investeringsprogramma. Dus van de Kwattenweg kan je nog verwachten de Gompenstraat. Sido Dandiweg zit op programma. Kennellestraat uit mijn hoofd. Van de Sigastraat. Etcetera. Het zijn niet veel straten, want het zijn 3 tot 4 straten per project. Want dat is al gauw. Een 40 tot 80 miljoen uit de begroting. Daar is de hele begroting van op. Dus 3 wegen, maar dat is alles op. Dus volgend jaar heb ik ruimte voor meer wegen. En dan, wat ik je wel wilde zeggen, want dat vroeg je over een maand. Ze zullen misschien nu al beginnen met de voorbereidingen. Maar over een maand ga ik jullie uitnodigen. De Gemeenlandsweg, daar gaan we. Die gaan we recycle techniek gebruiken. Het is heel interessant om te zien hoe dat zal gebeuren. Dat kost, bespaart ons ook heel veel. Dus ik ga jullie uitnodigen om dat mee te maken. Even terug naar Donburg. Ik reed laatst daar en ik zag de brug. Die was laatst al gereden. Maar er waren nu alle panels geklampt. Oh nee, dan moet mijn afdeling het snel gaan herstellen. Want als het te veel los is, dan hebben we een groot probleem. Dus ik ga het doorgeven. Ja, en in het verlengde van de bruggenminister. We hebben gisteren de beelden gezien van de brug Utility-gebied. Dat de mensen daar in feite overwillen gaan tot barricaderen, maar ook die brug verkeert in zeer slechte staat. Dus er zijn een aantal bruggen naar het binnenland, Acioni, Bruggenpondo, Marwijnen, die al jaren eigenlijk vervangen moeten worden. Ook naar Apura, heel dringend vervangen moeten worden. Die ademruimte voor dat soort werken is er op dit moment niet echt. Dus wat bruggen betreft, bruggen zijn in de hele wereld ook een issue, niet alleen Suriname. Ben ik er nog niet uit hoe we die middelen ergens bij elkaar moeten halen, want het is geen goedkoop ding. Ja. En we horen vaak, minister, dat er heel wat regeringsdelegaties gaan richting Nikeri voor verschillende projecten en zo. Afgelopen weekend was ik ook richting Nikeri en wat me is opgevallen, hoogwiet langs de weg, minister. Wat groeit? Hoogwiet, echt hoog gras, hoogwiet. Ja, dat kan best komen dat misschien die aannemer uitgevallen is die verantwoordelijkheid heeft. Want de Oostwaterschap is uitbesteed aan aannemers. Dat moet even, nou, ik kan je zo geen antwoord geven, ik zal het doorgeven aan de afdeling. En we hebben gezien dat er voor wat het Samako-project betreft, waar u ook een en ander raadsvergadering gezegd, dat er daar nu via presidentiële besluiten is ingegrepen. Ja. Speelt dat enige rol ook? Nee, dus het, zeg maar het besluit, hoe moet ik het zeggen, het besluit van de president van kracht en wat gedaan moest worden is gebeurd, dus dubbele uitgiften zijn, ik heb het niet met mijn ogen gezien, maar ga vooruit wat men zegt, is ingetrokken en dan heeft ieder persoon daar nu 1 kavel, dat was de opdracht en dat was het presidentieel besluit. Ik heb begrepen dat het gebeurd is, dus er zouden geen dubbele kavels meer daar zijn, maar ieder 1. En dat is gebeurd. En dat er nu zo op deze manier opschoning zal plaatsvinden? Juist, klopt. Ja, bij verkavingsprojecten, ja. Maar dat het werk voor OW ook niet zo makkelijker? Ja, want weet je waarom? Als iemand een bouwvergunning nodig heeft, dan moet je wel met je bewijzen komen. Dus dat maakt het makkelijk voor die burger, anders gaat hij illegaal bouwen. Dus dit principe gaan we voor, ook waar jullie zijn geweest, bij al die bouwgronden. Er zijn kansen dat die dingen daar ook gebeurd zijn, gaan we ook van toepassing laten gelden op deze gronden. Dus ze zullen binnenkort, volgende week denk ik, ook een diezelfde, hoe moet ik zeggen, dezelfde brief of resolutie, zullen we daar ook van toepassing laten gelden. Dat ze beschermd zijn.
dat mensen niet kunnen komen om gekke dingen te doen. Laat ik het zo zeggen. Minister van de Hoge Rijstraat, wat is de staat daarvan? Update van Hoge Rijstraat is dat de haven als eerste aanbesteden, het contract wordt dit jaar nog getekend. De port facility, dat is het hele automatiserend gedoe om de trucks via een digitaal systeem te gaan staan, heraanbesteed worden. Omdat de eerste aanbesteding, de tarieven, de aanbestedingsbedragen van de bedrijven te groot waren. Dus dat kan niet, er is iets verkeerds gebeurd. Dan bereiden we nu voor de aanbesteding van de brug en de contractcontracteur. Dat gebeurt dit jaar nog. En de aanbesteding, zeker gunning van de weg, vindt eerste kwartaal volgend jaar plaats. En, er is wat vertraging ontstaan, omdat het een hele hel is met betrekking tot de nutsvoorziening. De nutsvoorziening EBS, SUM, Telesuur, zouden normaal door de staat worden betaald. De bedrijven hebben de middelen niet. Het is ongeveer $15 miljoen. We hebben afspraak gemaakt dat dit project die kosten overneemt. In ruil daarvoor zal het project wat minder wegen asfalteren. Dat is de deal.